aan de dief die op de nacht van 18 op 19 september onze fietskar heeft gestolen, zou ik willen zeggen. Maar eerst en vooral proficiat met de aanwinst. Het was onze fout, ze lag niet op slot, dus het was gemakkelijk mee te nemen. Ik zou ook willen zeggen, ik hoop dat jullie kindjes er veel plezier aan beleven. Het is een toffe, stevige fietskar. We hebben er zelf ook heel veel plezier aan beleefd, nog altijd. We missen ze enorm, maar goed, zwart. Het is nu van u. Ik hoop ook dat je op een dag uw kindjes durft vertellen van waar die fietskar komt, zodat kindjes toch beseffen waar de dingen vandaan komen. Dat is toch wel belangrijk in een opvoeding. Maar goed, het zou kunnen dat u geen kindjes hebt, hè, dat u gewoon een dief bent, dat u denkt van ik heb geld te weinig, ik moet geld verdienen, en dat we binnenkort de fietskar zien opduiken ergens op een of andere website te koop aangeboden. In perfecte staat, alleen het handvat is een beetje afgesleten door het vele gebruik. Maar goed, kijk, voor een prijsje kunnen we daar wel. Dus ik snap het. Hè. Iedereen heeft het moeilijk. Dus, voilà. Het is nu wel een probleem, want ik heb zelf twee dochters die elke dag naar school moeten gebracht worden, hier in Gent. Met een auto is dat moeilijk in Gent, we doen dat ook liever niet. Dus we hebben die fietskar eigenlijk wel nodig. We kunnen het nu wel voorlopig oplossen. Mijn oudste dochter van 6 kan fietsen. Het is niet echt altijd veilig langs drukke steenwegen hier in Gent, maar bon. Vanaf nu gaat de dochter van 6 met haar eigen fiets naar school. Begeleid natuurlijk door de mama. En de andere dochter van 3 op de kinderstoel. Het lukt. We redden ons, dus maak u vooral geen zorgen over ons, beste dief. Maar er is een praktisch probleem ook. Bijvoorbeeld als we naar het centrum van Gent willen rijden, is een stuk verder dan de school. En slaagt de dochter van 6 er nog niet in om die lange afstand te overbruggen. Dat zal je ook wel begrijpen. Dus ik had een voorstel. Stel dat u de fietskar toch wil houden voor eigen gebruik, wat ik echt prima vind, hoor. Ik snap het volledig. Zou ik misschien toch willen vragen om contact op te nemen met ons. Niet om de fietskar terug te krijgen, maar misschien om de fietskar delen. Dan kunnen we op momenten dat u de fietskar niet nodig hebt, kunnen wij misschien de fietskar gebruiken en kunnen wij ook af en toe nog eens met de fiets een uitstap naar het centrum van Gent doen. Dus ik zou willen vragen, neem contact op met mij of met mijn vrouw of met ons gezin via Facebook of via mijn website www.aarg.be, www.aarg.be. En we vinden elkaar misschien wel, wie weet worden we zelfs beste vrienden, hè? Je weet maar nooit. Dus beste dief, ik zit te wachten op het teken van leven.